Vandaag willen we het hebben over de verkiezingen 2024. Want het zijn er best wel wat. Hè? De Europese, de federale, maar ook de regionale en dan in het najaar ook de gemeenteraadsverkiezingen. En wat we vandaag willen bespreken is wat als je nu wordt opgeroepen als bijzitter. En daarvoor nodig ik heel graag Danielle Driekoningen uit. Ik heb jou niet gevraagd of het Driekoningen of Driekoningen moet zijn. Mag allebei. Wat zeg jij? Drie. Drie, voilà. Dat is wel een mooie naam. Dankjewel. Ja, absoluut. Danielle, jij bent bij Tessa Aankoop Juristen. Ja, klopt. En we gaan het over een eigenlijk wel heel relevant thema hebben voor mij, want je raadt het nooit, maar ik ben dus effectief opgeroepen als bijzitter. En een split second dacht ik, oh nee, how do I get out of this? Maar eigenlijk heb ik er wel zin in. Eigenlijk heb ik wel zin om heel het dorp eens te zien voorbijkomen. Nu, de eerste vraag natuurlijk. Ik zei het al in de inleiding, we moeten twee keer naar de stembus. Dat lijkt mij voor de overheid ook een gigantische operatie. Dat klopt. De verkiezingen, daar zit een enorme organisatie achter waar mensen niet altijd bij stilstaan. Want als we kijken naar de verkiezingen van 2019, dus de vorige, dan toen waren er 11.000 stembureaus nodig en meer dan 6.000 telbureaus om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Als je dan weet dat er in elk bureau een voorzitter moet zijn en een secretaris en 4 of soms zelfs 5 bijzitters, dan weet je dat dat over bijna 100.000 mensen gaat, waaronder 70.000 bijzitters. Dus het is logisch dat iedereen ofwel zelf al eens zal moeten gaan zetelen, ofwel minstens iemand kent die dat heeft moeten doen. En dat gaan we dus dit jaar 2 maal moeten doen. Dat klopt. Maar het is niet omdat je bijzitter bent op 9 juni dat je terugverwacht wordt op 13 oktober. Nee, zeker niet. Nee. Ja, ik heb een brief in de bus gekregen. Ik dacht even, trouble. Ik dacht een boete of zo, want het is zo met een mooie hoofdding. Maar het was dus een brief waarin inderdaad stond dat ik bijzitter moest zijn. Weet je of de gemeente daar... De roddel is dat iedereen die 40 jaar geworden is dit jaar, zoals ik zelf, dat we er bij waren. Is dat zo? Dat kan lokaal zo zijn, maar eigenlijk er is geen algemene regel. Wat de bijzitters betreft kan iedereen, elke meerderjarige Belgische kiezer, kan aangesproken worden. Ja. In de praktijk is het wel zo dat, omdat men gaat uit van lijsten die door de gemeente worden opgesteld, en een gemeente kan eventueel beslissen om bijvoorbeeld mensen van een bepaalde leeftijd te nemen, om op die manier ook te zorgen dat het niet altijd dezelfde mensen zijn, bijvoorbeeld. Dus dat kan, maar dat is dan een lokaal gegeven. Het is anders bij de voorzitters van de bureaus, omdat die wel gekozen worden uit bepaalde beroepscategorieën, zoals magistraten, advocaten, ambtenaren, leraren en zo. Omdat ze ervan uitgaan dat die daar dan beter in gaan zijn? Ja, er zijn toch wel een heel aantal formaliteiten die ook bij het stembureau horen en bij die kiesdag. Dus ja, inderdaad. Ja. Dus dat het iets is dat een klein beetje bij hun leefwereld al hoort. Oké. Okay. Ja. Wat als je nu niet kan of wil gaan, staat hier. Maar ja, wil gaan, dat is geen optie eigenlijk. Dat is eigenlijk geen optie. Als je opgeroepen wordt, dan moet je eigenlijk gaan. Nu, het kan inderdaad zijn dat er redenen zijn waardoor dat het heel moeilijk is om die dag te gaan. Denk maar aan ernstige gezondheidsproblemen. Of ik had een collega bijvoorbeeld die bij een van de vorige verkiezingen was opgeroepen, maar de verkiezingen vielen op de dag van haar uitgerekende bevallingsdatum. Dat was een goed excuus. Ben je in het buitenland of heb je werkverplichtingen of examens of iets dergelijks? Dat zijn allemaal dingen die kunnen ingeroepen worden. Ja. Maar wat je dan moet doen, is zo snel mogelijk, nadat je je oproepingsbrief hebt ontvangen, en eigenlijk binnen de 48 uur, je verhaal doorsturen naar de voorzitter van het kantonhoofdbureau. Als je een bewijsstuk hebt, dan zou ik dat meteen ook meesturen, want dat maakt de kans alleen maar bijvoorbeeld groter. Bijvoorbeeld, ik ben op vakantie, dan is het voldoende dat je jouw vliegtuigticket erbij steekt. Ja. En dus op die manier kan je er dan eventueel toch onderuit komen. Er is geen wettelijke lijst van geldige excuses, dus het hangt echt af van de omstandigheden. Het is wel zo dat er is een soort van handleiding gemaakt door de federale overheid over de verkiezingen in het algemeen. Mm-hmm. En wat de bijzitters betreft staat daar onder andere in dat het echt wel moet gaan om ernstige omstandigheden die recht geven op vrijstelling. Dat bijvoorbeeld politieke redenen geen geldig excuus zijn. Dus het is niet omdat je principiële problemen hebt met de politiek of met de verkiezingen of zoiets, dat je kan zeggen van ik wil daar niet aan meewerken. Dat wordt niet aanvaard. Daar wordt gezegd dat gezondheidsredenen inderdaad een geldig excuus kunnen zijn, maar dat je moet zorgen dat het medisch attest ook niet te vaag is, dat het daar voldoende duidelijk in wordt uitgelegd. Kan daar ook gecontroleerd worden, denk je? Door, hoe heet dat, zo'n arts die ook komt controleren of je effectief... Ik weet niet zeker of dat... Ik denk gewoon, in dat geval gaat men achteraf...
als er gekeken wordt van wie allemaal niet is komen opdagen. En in die fase zal dan nagekeken worden van ja, hoe zit het ja, precies. Ja, want daar hebben we het straks over. Maar ja. als je niet komt opdagen, dan is de sanctie wel behoorlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja. Er hangen geldboetes aan vast. Voor de verkiezing van juni zijn dat geldboetes tussen de 400 en de 1600 euro. Ja. Hoeveel dat concreet zal zijn, dat kan een beetje afhangen van de omstandigheden en van de rechter. De ene rechter is al wat strenger dan de andere. Als het een eerste keer is, dan zullen ze soms misschien een deel met uitstel uitspreken. Als het al vaker is voorgekomen, dan zal je waarschijnlijk een hogere boete moeten betalen. Maar er wordt wel degelijk vervolgd. Dus in tegenstelling tot of je nu gaat stemmen of niet, alhoewel dat verplicht is... Of toch zeker voor die verkiezingen in juni. In de praktijk wordt daar achteraf weinig mee gedaan. Bij de bijzitters is dat anders. En zijn er na elke verkiezing wel een aantal themazittingen, noemt men dat dan, voor rechtbanken, waarbij een aantal van die gevallen aan bod komen. Bij de vorige verkiezingen was het ook zo dat er eerst een voorstel tot middellijke schikking werd verstuurd door het parket. En dat was meestal voor een bedrag van 250 euro. Betaalde je dat, dan was je er vanaf. Betaalde je dat niet, of vond je dat je argumenten had die je aan de rechter wou voorleggen om je geval te verdedigen, dan riskeerde je dus die boete van 400 tot 1600 euro. Maar dan moet je ook nog rekening houden dat daar bovenop nog rechtskosten komen. Dus je zal ook de kosten van de dagvaarding moeten betalen. Dat is ongeveer een 90 euro. En bij elke veroordeling tot een geldboete komt ook meteen een verplichte bijdrage voor het fonds van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. En dat is nog eens 200 euro. Dus als je dat allemaal bij elkaar telt, dan gaat het om serieuze bedragen. Maar als je ernstig ziek wakker wordt, dan moet je daarna nog een doktersbriefje binnenbrengen. Ja, als je de dag zelf van de verkiezingen ziek wordt, dan is het inderdaad ook best aangewezen van proberen zo snel mogelijk te verwittigen en te zorgen voor een medisch attest en liefst de dag zelf. Want hebben ze eigenlijk iemand in reserve of is het dan de eerste kiezer die komt kiezen die dan verplicht mee moet bijzitten? Er worden altijd tweemaal zoveel mensen uitgenodigd als nodig is, zeg maar. Er worden een aantal bijzitters uitgenodigd en dan een aantal plaatsvervangende bijzitters. En dan wordt gekeken op de ochtend inderdaad wie er allemaal is. De aanwezigheid wordt opgenomen en dan wordt het stembureau samengesteld. Zijn er te veel mensen, dan mogen die naar huis. Zijn er te weinig mensen, dan loop je het risico als eerste stemmer van de dag. Als dat heb je dat per laten se vertellen. Ja, maar dat klopt ook. Ja. Dus dat ga zeker niet te vroeg stemmen, want misschien wordt je wel bij. Het is een risico. Het zal allicht niet zo groot zijn. Ik heb er in elk geval zin in. Oprecht, ik ga daar gewoon mijn peer doen. Nog eens goeiedag zeggen aan iedereen. Maar hoe ziet mijn dag er dan uit? Ik moet mij om 7 uur aanmelden. Ja, klopt. Om 7 uur moeten de bijzitters zich aanmelden. Er wordt dan gekeken wie er allemaal is. En dan gaat de voorzitter het bureau samenstellen, zeg maar. Mm-hmm. Dat moet officieel allemaal in orde zijn tegen 7:45. Zodat om 8:00 de stembureaus kunnen opengaan. Maar dus ik moet achter die tafel gaan zitten, of niet per se? Er zijn verschillende taken. De meesten zullen inderdaad achter de tafel zitten en de identiteitskaart aannemen en aankruisen op de kiezerslijst wie allemaal gepasseerd is. Er zijn ook mensen die in het lokaal staan en bijvoorbeeld in de gaten houden dat alles vlot verloopt en dat lege kieshokjes snel niet worden. Afkijken, ja, dat is meestal moeilijk. Maar enfin, dat er niks, dat alles, dat er geen stemmetjes leeg blijven en dergelijke. Mm-hmm. Dus zo zijn er een aantal taken. En dat gaat dan door tot 2:00 voor de bureaus waar op papier gestemd wordt. Mm-hmm. En tot 4:00 voor de bureaus waar elektronisch gestemd wordt. Ja. En ik las ook, dat vond ik wel meegenomen, dat ik daar 37,5 euro voor krijg. Dat klopt. Er is een vergoeding voorzien voor de bijzitters. In juni is dat 37,5 euro als je bijzitter bent in een bureau waar elektronisch wordt gestemd, omdat dat wat langer open is. Bureaus waar op papier wordt gestemd en de telbureaus, daarvoor krijg je als bijzitter 25 euro. Ja. En dat zijn de bedragen voor juni. Want in oktober zijn dat andere bedragen, omdat die verkiezingen op een ander niveau georganiseerd worden. Dus de grote lijnen zijn hetzelfde, maar er zijn kleine verschillen, waaronder het bedrag van de vergoeding. Ja. Dus als je in oktober nog eens zou gaan, dan krijg je 50 euro voor die dag. En in Brussel kan dat zelfs meer zijn, maar daar bepaalt elke gemeente dat zelf. En is er alleen maar een maximum vastgelegd van 85 euro. Maar dus, ik krijg ook een kilometervergoeding, maar ik woon op een kilometer van waar het te doen is. En ik veronderstel dat de meeste mensen in hun eigen dorp of vlakbij moeten gaan. Dus daar ga ik niet rijk van worden. Hè? Nee, dat klopt. Er is een kilometervergoeding voorzien van 0,2 euro per kilometer. Maar dat is voor mensen die in een bureau zetelen dat niet gelegen is in de plaats waar ze zijn ingeschreven in het bevolkingsregister. Maar ze gaan wel altijd rekening houden dat je niet te ver moet. Normaal gezien zit je inderdaad dichtbij. Ja. Oké, maar ik heb er in elk geval wel zin in. Ja? Ik ben benieuwd naar de ervaring. Mijn moeder is jaloers, ze is 65 en ze zei, ik ben u nog nooit opgeroepen.
om bijzitter te zijn. Ze kan nog altijd bij de gemeente gaan vragen en ze gaat ze vrijwilliger gaan aanbieden als ze daar nog mensen tekort hebben. Maar ze weet nog niet dat het om 7 uur 's morgens is. Dus ik denk dat ze toch lekker op tijd op haar gemak zal komen om mij eens even te komen zwaaien. Hè. Mm-hmm. Nee, heel goed. Dankjewel, Daniel, om ons hierover een beetje meer te vertellen. Graag gedaan. En veel succes ook zelf op 9 juni. Weet je al, je moet niks zeggen natuurlijk, maar weet je al op wie je gaat stemmen? In elk geval welke richting toch al, ja. Ja? Ja. Ja, ik vind het wel moeilijk deze keer. Ja. Maar we zullen zien. Oké, dankjewel, Daniel. Goed, dag.